gaan weer op verhalenreis. We gaan naar Kantjiel en de tijger en die wonen in een heel groot oerwoud. Dus we moeten even in het vliegtuig. Kom op, zet het vliegtuig aan. Gordels, gordels. Gordels vast, ja, helemaal goed. Gordels vast. En de piloot is klaar. En dan gaan we dan, hè, we stijgen op. En dan gaan we vliegen door de wolken heen. Nog verder. Nog verder. Oh, kijk, we zijn er al bijna. Zien jullie daar dat grote groene de eiland? Daar wonen Kantjiel en de tijger. Ai, we kunnen niet landen. Gelukkig houden onze piloten het vliegtuig goed. We trekken onze parachute aan. We gaan bij het deurtje. We springen. We trekken aan het touwtje. En we landen op de beste plek. Ja, daar. Bij het water. Daar is Kantjiel aan het drinken. Ah, ons dwerghetje heeft zin in de nieuwe dag. Het wordt erg mooi. Maar wat is dat? Wat geritsel in de struiken. En daar achter die boom, daar komt tijger. Hij ziet Kantjiel en hij denkt, ha, ontbijt. Bijt? Dat kan niet, tijger. Want ik moet op de chocoladepudding van de koning passen. Chocoladepudding? Waar dan? Waar dan? Nou, daar. Zie je? Die grote bruine plas. Dat is de beste chocoladepudding die er bestaat. En die is van de koning. En ik moet erop passen. En niemand mag eraan komen. Chocoladepudding. Ik houd van chocoladepudding. Ah, toe Kantjiel, laat me even een likje. Nee, kan niet, want dan ziet koning Leeuw het en dan hebben we problemen. Ah, toe. Ah, toe. Ik doe het gewoon. Hij ziet het echt niet, er is zoveel. En terwijl de tijgers... Ja, precies. De tijger zijn poot, inderdaad, in de modderpoel steekt. En helemaal naar beneden zakt en helemaal vies wordt, is Kantjiel er vandoor. Kantjiel, jij bent bedrogen. Ik ga je pakken. Maar ja, Kantjiel is al lang net weg. Net zoals die hertje die probeert anders te pakken. Precies, dat is Kantjiel. Tijger is boos. Tijger wil Kantjiel terugpakken. Dan maar voor de lunch. Gelukkig ben ik een hele goede spoorzoeker en jager, zegt Tijger tegen zichzelf. En hij gaat op zoek. En ja hoor, tegen lunchtijd heeft hij het spoor van Kantjiel te pakken. En daar zit die Kantjiel. Ha, Kantjiel, lunch. Deze keer ontsnap je mij niet. Maar tijger, ik moet op de riem van koning Leeuw passen. Riem? Ja, kijk maar. Het is een slang. Sst, nog niet te veel. Kijk maar. Een prachtig bewerkte riem. Mooie kleuren en streepjes. Ja, het is een slang. Maar tijger heeft het niet door. Oh, wat een mooie riem. Wat een mooie riem. Oh, ik wil hem even passen. Dan heeft koning Leeuw vast niet door. Nou, dan weet ik nog niet zo zeker zijn Kantjiel. Hij heeft al een paar stapjes achteruit gedaan. Tijger komt nog wat dichterbij. Onze tijger is ijdel en houdt van mooie spulletjes. En hij wil graag die riem uitproberen. Ik doe het gewoon. Jij houdt mij niet tegen, Kantjiel. Echt niet. En hij komt nog dichterbij. En hij steekt zijn poot uit en pakt de riem.
Wat gebeurt er dan? Het is een hele lange riem en hij wikkelt zich vanzelf. Om tijger 1, om zijn middel, om zijn poten. En hij sist. Het is een wurgslang. Kanjil! Ik ga je pakken. Maar Kanjil, ja, die is alweer weg. Als tijger zich eindelijk bevrijd heeft van die slang. Ja, hoe boos zou die zijn, denken jullie? Heel boos. Heel boos en heel fanatiek. Ik ga je pakken, Kanjil, hoe dan ook. Ik ga je opeten, want ik wil van je af. Dus hij gaat weer snuffelen en zoeken en zoeken. En vlak voor het avond wordt. Ja, precies op tijd voor het diner heeft die Kanjil bijna te pakken. Daar staat Kanjil, hier bij een boom. Ik heb je, Kanjil. En dit is echt de allerlaatste keer. Maar ik moet op de trommel van de koning passen. Je weet hoeveel koning van muziek houdt. Trommel? Waar dan? Kijk, deze witte ronde trommel hier aan de boom. Dat is bij je koning. Hij zoemt. Ja, hij is al heel muzikaal. Het is een multi-muzikaal geluid. Trommel met zoem en bellen. Oeh, een trommel. Ik hou van trommelen. Mag ik erop staan? Nee, wat een hoorkoning wil je. Ah, toe, nou. Volgens mij is hij wel ver weg. Ik zal het heel zachtjes doen. Tijger sluipt dichterbij. Rekt zijn poot uit. Hij kan er net bij. En hij slaat. Wilde bijen. En ze zijn ongelooflijk boos dat iemand hun huis kapot maakt. En misschien wel hun honing wil stelen. En ze komen als één grote zoemende wolf op tijger af. En ze bijten hem in zijn neus. Ze prikken hem overal in zijn oren, in zijn staart. Ze gaan zelfs zijn bek in zijn tong. Dat was de laatste keer dat tijger achter Kanjil ging. Hij gaat in vervolg toch maar liever iets makkelijkers pakken voor het ontbijt. Of voor het avondeten of zo. Kanjil is toch wel iets te veel gedoe. Dank jullie wel. Tot de volgende keer.